Hallo met Christel. Ik ga vandaag een mannelijke en een vrouwelijke tweelingziel reading doen. Kijken hoe ze tegenover elkaar staan. Allereerst welkom op mijn kanaal. Word lid van mijn kanaal. Ja, zoals jullie weten ga ik niet elke dag meer readingen doen. Net wanneer ik tijd heb. Gisteren heb ik hard gewerkt in huis. Dus vanavond gaan we wokken. Want vanaf 20 september mag het waarschijnlijk niet meer. Tenminste, dat zijn de plannen, dat je niet meer zulke locaties in mag. Geen restaurants, geen terrasjes en dat soort dingen. Dus we hebben gauw een wokafspraak gemaakt vanavond nog. En ik heb ook opmerkelijke dromen gehad de laatste paar dagen. En ik zat dus op de bank. Ik heb die nacht ook een beetje op de bank geslapen. Maar ik zat dus op de bank en toen hoorde ik iemand van de trap afkomen en ik keek en toen zag ik een kindje aankomen lopen met een soort gebreid jurkje, een heel klein kindje nog, en toen dacht ik, vrek, dat ben ik zelf. Mijn eigen innerlijk kind kwam aanlopen en die ging naast me zitten en toen hoorde ik nog iemand van de trap afkomen. Ik dacht, oh, dat is zeker mijn man. Maar nee, dat was mijn oma, mijn lievelingsoma, en die is wel vaker bij mij geweest als gids. Ik weet niet of ze er nog steeds is, maar vroeger wel, voelde ik wel heel vaak haar aanwezig. En maar ze zei alle twee niks, dus dat was de eerste droom. De tweede droom, dat ging over dat er een busje voor de deur stond. En mijn kinderen in mijn droom, en mijn kinderen zijn al lang het huis uit, maar die riepen, mam, staat een man voor de deur. En toen deed ik de deur open, toen zei die meneer, ja, ik kom het schoonmaakapparaat halen, een stofzuiger met een schrobber, met zo'n lange steel, die kom ik ophalen. Ik zei, hè, ik heb dat helemaal niet besteld en ik weet niet dat het, zei, het moet te lang terug zijn nu. Ik zei, oh, daar weet ik niks van. En toen kwam een man de trap aflopen en die zei tegen die man, oh jawel, weet je, toen zei hij tegen mij, toen jij in het ziekenhuis was, toen jij de baby kreeg, dat is natuurlijk heel lang geleden, maar dat baby staat voor een nieuw begin. Toen jij die baby kreeg, heb ik die schropmachine gehaald en heb ik het huis gedaan. En nou staat hij nog in de schuur, dus hij gaf hem mee. Dus ja, blijkbaar hebben we wat opgeruimd, wat schoongemaakt. En, ik weet, dat zie ik er dan in. Dus ik dacht eerst, innerlijk kind, moet ik nog iets aan het innerlijk kind aankijken? Nee, maar later die droom kwam echt een paar dagen later. En dan met die schropmachine. Dus er is wat schoongemaakt, misschien iets van het innerlijk kind. Ik weet het niet, maar goed, ik vond het wel heel bijzonder droom eigenlijk, heel kort. Maar ook korte nachtjes van mij, vanwege hoesten. Straks moet ik weer naar het medisch centrum. Gelukkig zonder mondkapje. En om even weer bloeddruk meten en dat soort dingen. En de waardes van mijn bloed en de uitslag van mijn urine. Bespreken. En daar moet ik dus vanmiddag naartoe. Maar ik zal er eerst deze reading maken voor jullie. Kijken hoe het gaat met de mannelijke tweelingziel. Ik heb de Lights Seer Tarot. Eerst voor de mannelijke tweelingziel. Wat speelt er? Oh, ja. Zijn hart is gebroken. Hij heeft pijn, hij heeft verdriet. Hij mist zijn vrouwelijke tweelingziel waarschijnlijk. Misschien moest hij al dingen aan de kant gooien. En dit is de vrouwelijke tweelingziel. Ja, zij kijkt uit wanneer hij komt. Hè? Wanneer hij komt. In volle afwachting eigenlijk. Misschien heb ze al heel veel dingen opgeruimd. Wat is nog meer? Ja. Hij heeft nog het gevoel, de mannelijke tweelingziel, dat hij nog ergens voor staat. Dat hij nog één pasje moet doen. En hij houdt zich wel vast aan de vrouwelijke tweelingziel. En de vrouwelijke tweelingziel dan? Ja, de vrouwelijke tweelingziel is hard vooruit aan het gaan. Die is Ja, die gaat zegevieren. Wacht op een mannelijke tweelingziel. Maar die gaat dan snel vooruit in ontwikkeling. Dingen komen ook in balans. Goed, de mannelijke tweelingziel. Ja, de mannelijke tweelingziel gaat nu ook in zijn kracht komen. Hij gaat uit het verdriet. Hij gaat echt zijn licht hoog houden. Gaat niet meer dat ze makke lammetje zijn, maar gaat echt veranderen in die leeuw. Ik denk dat ik haar beseffen, ja, hij kan wel in het verdriet blijven hangen, maar dan schiet je niks meer op, hè. 9 of wands, ja, is bijna voltooiing. Een vrouwelijk tweelingziel. Ja, de hermit, ja, die heeft zich teruggetrokken, waarschijnlijk uit de relatie. Keert zich meer naar binnen, waardoor zij toch meer in versnelling gaat, want ze doet zelf onderzoek. De mannelijke tweelingziel. Ja, die gaat straks de overwinning vieren. Als hij in zijn kracht komt te staan. Nou, de vrouwelijke. Ja, de vrouwelijke tweelingziel heb ik nog wel een beetje moeilijk. Ze gaat dus zelf onderzoek doen en ze gaat vooruit. Ja, moet nog wel wat laatste dingetjes opruimen. Soms hebben ze het gevoel dat ze verdrinkt in de verdriet. Maar ze probeert toch, toch vooruit te gaan, positief vooruit te gaan. En door zelfonderzoek en een lichtje laten schijnen, gaat ze haar doelen bereiken. Gaat ze uit het gevoel van, ik verdrink in deze gevoelens. Het duurt zo lang dat wachten. En ze gaat sterker worden. Want ze hoort meestal niks van de mannelijke tweelingziel, dus het is bijzonder zwaar voor haar. Goed, kijken wat de andere kaarten zeggen. Ik ga even deze doen. De mannelijke tweelingziel. Ja, dat is de lizard. Hij is aan het transformeren. Dus hij moet eigenlijk een nieuw huidje omdoen. Een nieuwe mantel omslaan. Dus hij mag gaan transformeren. Hij kan dit overleven allemaal. Alles wat er gebeurd is, hij kan alles overwegen of overleven. Hij kan krachtig zijn. De vrouwelijke, die heeft de vlinders. Ja, er komt een wedergeboorte aan. Er komt dus verandering aan. Ze heeft heel veel te delen met de wereld. Hier staat, hou van elk stuk van jouw reis. Ook is moeilijk. En dan heb je het gevoel dat je misschien verdrinkt in bepaalde dingen. Geniet toch van de reis. En de mannelijke tweelingziel is aan het transformeren. Hij zal straks anders zijn als jij denkt. Hij moet het omarmen, deze transformatie. Dus hij mag een nieuwe jas aandoen. Eens kijken wat er nog meer is voor de mannelijke tweelingziel. Grieslibier. Ja, hij gaat in zijn kracht komen. Ja, ik eer mijn intuïtie en ik kijk waar het naartoe leidt. Liefde en aardigheid zijn mijn ware kracht. Ik geef nooit op. Ik zal volharden. Hij wil succeed. Hij geeft nooit op. Dus jij moet niet op gaan geven. Uit het verdriet gaan. De overwinning komt eraan. Hè? Niet meer dat lammetje zijn. Maar echt die sterke leeuw. Het is nog maar een klein stapje wat hij hoeft te zetten. Voor de overwinning. De vrouwelijke tweelingziel. Ja, de giraffe. de giraffen. Ja, de vrouwelijke wezen mag boven de aardse dingen uit gaan stijgen. Giraffen hebben natuurlijk een wijde blik, hè? Die kunnen ver kijken. Je mag vol gratie doorlopen. Je kan het rechte pad zien, het ware pad wat je moet lopen. Wees ook vol zelfvertrouwen, met liefde en een groot hart. Goed, laten we even kijken wat we nog meer erbij pakken. Ik ga deze doen, Fun, Happiness, Laughter kaartjes. Van Marke Tweede Ziel. Listen. Listen. Ja, hij moet gaan luisteren, hè. Hij moet gaan luisteren. Naar het universum. De vrouwelijke tweede ziel. De vrouwelijke tweede ziel, die moet gaan vertrouwen. Dat hij echt komt, hè. Met die, dat de zegenwagen komt zo meteen, hè. Of straks. Ik weet niet, hè. Het is voor iedereen verschillend. Ja, ga niet verdrinken in je emoties. Ja, de mannelijke tweede ziel moet meer zelfvertrouwen hebben. Naar zijn hart luisteren ook natuurlijk. Dat voelt hij. Meer in zijn kracht komen. Oude van zich afgooien. Ja, understanding. En de vrouwelijke tweede ziel moet ook begrijpen dat de mannelijke tweelingziel ook een hele moeilijke periode doorgaat. En ja, de mannelijke tweelingziel doet heel vaak wel ja, niet altijd eerlijk zijn over zijn gevoelens. En dat is heel frustrerend voor de vrouwelijke tweede ziel, want dan is ze weer afgewezen. Ja, mijn raad is aan de vrouwelijke tweede ziel, laat hem zijn ding doen. Ga hier niet achteraan lopen, niet erachteraan appen, mailen. Wees niet zo wanhopig. Laat hem gewoon zijn gang gaan. Dat is echt het beste soms. Soms moet je echt helemaal even alles verbreken. Om het resultaat dichterbij te halen. Nog eentje met de mannelijke tweelingziel. Ik zie nog steeds dat mensen toch wel ja, wanhopig weer contact gaan zoeken. Hè? Love myself. Ja. Mannelijke tweelingziel mag meer van zichzelf houden. En meer zelfvertrouwen krijgen. Ja, en de vrouwelijke tweelingziel wil graag met de mannelijke tweelingziel communiceren. Daar hopen ze nog steeds op. Dus ja, de meeste tweelingzielen hebben geen ja, contact, hè, met praten. En dat is heel jammer. Goed, een stenen kaartje. Welke steen voor de mannelijke tweelingziel? Dat is kattenoog. Hier staat, ziet er zo uit. Neem mij mee als je beter wilt concentreren, maar ook als je vaak dromerig bent. Ik help je om je eigen fouten te zien en om goed waar te nemen. Alsof je zelf de scherp, spiedende blik van een roofdier krijgt. Ja, ja, dit is ook al een roofdier, hè, deze. Je ziet al, hij heeft de buit al binnen, deze beer. Ja, kat is natuurlijk ook een jager, hè. Kijken voor de vrouwelijke. Welke steen voor de vrouwelijke? Labradoriet. Ja, die heb ik ook. Een hele mooie steen. Geef licht eigenlijk. Vertrouw op je intuïtie. Vertrouw op je intuïtie en volg je gevoel. Ook jij bent in staat contact te maken met je ware ik, die alle verborgen kennis en wijsheid bezit. Ik help je om jouw mystieke gaven te versterken en begeleid en bescherm je in de spirituele wereld. Nog eentje voor de mannelijke tweelingziel. Piriet, dat is een soort ijzerachtige steen. Er staat bij, het is tijd om jezelf eens goed te leren kennen. Wat kan je goed? Op welke punten kun je verbeteren? Heb jij denkbeelden die jou en wat je wilt tegenwerken? Ik help je om alles wat verborgen is boven tafel te krijgen. Daarna steun ik je om dat van wat jou niet meer dient los te laten. Ja. Ja, de bevrijding ligt hier, hè? Dus overwinning. Dus ja, niet blijven zitten in het gebroken hart, mannelijke tweede ziel. Je hoeft nog maar een paar stapjes te doen en ja, je moet alleen nog eigenlijk dat hekje over, hè. Doe dat ook, neem dat stapje. Ga niet het tamme lammetje zijn dus. Want je Piriet helpt je om los te laten. Misschien kan je bijdragen. Nog een steen voor de vrouwelijke tweede ziel. Koper. Laat de kunstenaar in jezelf naar buiten komen. Maak iets of verfraai je eigen plek met mooie dingen. Schep je harmonie. Ik help je om je op schoonheid te creëren en waardering te voelen voor alles om je heen. Goed, dan gaan we kijken naar deze kaartjes, de okidoki kaartjes. Heel grappig. Oh, die vliegt er gelijk aan. Anders zien. Ik laat één dingetje niet alles bederven. Ik zie hier een beestje. Je ziet echt een rot appel ertussen. Ja, pas op dat je niet die andere appels laat bederven, mannelijke tweelingziel. Je moet echt anders gaan zien. Dus gooi die appel weg, hè, die rotte die ertussen zit. Laat dat niet alles bederven. Ga het anders zien. Vrouwelijke tweelingziel. Ik kan mezelf voorbereiden op wat komen gaat. Verantwoordelijkheid. Ja, misschien komt de mannelijke tweelingziel wel zo meteen jouw kant op, hè? Dus bereid je voor. Ja, het kan ook zijn dat jij nog iets los moet laten natuurlijk. Dus ja, er kan iets komen. Wat er ook gebeurt, ik blijf waardevol, zelfvertrouwen. Kijk, daar is toch wel een hoop dingen van zelfliefde, zelfvertrouwen. En luister naar zijn hart voor de mannelijke tweede ziel. Je blijft waardevol. Probeer ook wat meer te lachen, mannelijke tweede ziel. Dat is niks. Gebruiksaanwijzing was ertussen. De vrouwelijke tweede ziel. Ik kan duidelijk mijn grens aangeven, zelfstandig. Ja, ook de grens tegenover je mannelijke tweelingziel, hè? Heel veel mannelijke tweelingziel gaan, ja, die denderen over je grenzen heen. En op een gegeven moment is de vrouwelijke tweelingziel dat het zat en die denkt van, en nou gooi ik de deur dicht. En dat is, ja, dat gebeurt heel vaak, dat er dan toch tijd geen contact meer is. Omdat de mannelijke tweelingziel, ja, die komt soms alleen maar energie halen. En ja, je moet echt je grenzen aan gaan geven voor de mannelijke tweelingziel. Ik kan me veilig voelen, steun vinden. Ja, steun vinden bij misschien mensen om je heen. Misschien kan je een paar mensen in vertrouwen nemen. Maar je kan ook steun vinden straks bij je vrouwelijke tweelingziel. En veilig voelen. Misschien heb je al niet zulke leuke relaties gehad. Maar weet dat deze relatie anders is. Ik weet dat het voorbij gaat en het komt goed. Vertrouwen, dat is voor de vrouwelijke tweelingziel. Hier zit je een hondje met verbandje. Ja, mijn vrouwelijke tweelingziel moet misschien ook dingen loslaten. Het gaat allemaal voorbij, al die pijn en verdriet. En het komt allemaal goed, vrouwelijke tweelingziel. Het is een hele moeilijke reis. Maar uiteindelijk komt het goed. Onthaasten. Ja, de mannelijke tweelingziel heb onthaasten. Neem je tijd voor elke stap. Kwaliteit gaat boven snelheid. Ja, misschien wil je nou te snel, maar dat is ook niet goed. Je moet natuurlijk al dingen helen. De vrouwelijke tweelingziel. Vriendelijkheid. Met een houding van vriendelijkheid verzag je de wereld voor jezelf en de ander. Ja, Blijf vriendelijk ook straks voor je mannelijke tweelingziel als die hem oprecht bij je komt. Alarm gaat af van de auto. Niet onze auto, gelukkig. Betekenis. Alles wat je wegkruist heeft zijn doel. Soms wordt het pas later duidelijk. Ja, de mannelijke tweelingziel krijgt natuurlijk allemaal dingen en dan ook blokkades op zijn weg. En soms wordt het pas later duidelijk waarom dat was. Misschien word je ook wel in de wacht gezet. Omdat ze willen dat hij gaat onthaasten. Kwetsbaarheid voor de vrouwelijke. Durf kwetsbare je op te stellen. Je ziel zal zich bevrijd voelen. Goed, dan gaan we eventjes nog meer edelstenen doen. En engelenboodschappen. Voor de mannelijke tweelingziel. Nou, ik blijf aan de gang. Het alarm. Dat is de Kianiet. Voel je niet goed? Ben je in de war? Lijkt het leven chaos, staat hier. Richt je bewust op je chakra's. Focus je op balans. Als je weer terugkeert in je centrum, kom je weer in contact met je hogere wijsheid. En gebruik je intuïtie als een dagelijks onderdeel van je leven. Dus ja, de mannelijke tweelingziel voelt zich waarschijnlijk niet zo goed. Een beetje in de war. Ja, een beetje hartepijn, hè? Of verdriet, ja. Hij moet dingen balanceren. Contact met zijn hogere zelf maken. Naar zijn intuïtie luisteren en de engel van richting. En die zegt dus... Dat ga ik deze ook laten zien. Die zegt dus, mijn chakra's zijn in evenwicht en helemaal in harmonie. Ik leef harmonieus en de energie stroomt moeiteloos door mij heen. Ik ben een kanaal van goddelijke wijsheid en mijn intuïtie wordt sterker. Ik maak gemakkelijk contact met de bron van alles. Ja, de engelen wijzen hem wel de goede kant uit voor de vrouwelijke tweelingziel. Yep, ama zo niet. Durf je niets te zeggen, de waarheid moet worden verteld over een bepaalde kwestie. Het is belangrijk nu eerlijk te zijn. Heb de moed om het op een goede manier te vertellen. Liefdevolle woorden kunnen een situatie helen of verbeteren. Ja, misschien moet je iets zeggen tegen iemand. Maar durf het niet zo goed. De engel van waarheid en eerlijkheid. Ik leef volgens mijn waarheid en zeg gemakkelijk wat ik van de dingen vind. Zonder moeite vind ik de juiste woorden om mijn waarheid te vertellen. Dit doe ik duidelijk en liefdevol. Ik omring me met mensen die niet bang zijn om eerlijk te zijn. Ja, misschien verdrink je wel in gevoelens. Hè? Daarom moet je misschien je uitspreken over iets. Misschien moet je iets bespreken met je karmische partner. Maar durf je het niet? Of moet je beslissingen maken? Misschien heb je werk of iets anders. Je weet zelf wel wat het is. Even een liefdeskaartje. Mannelijke tweelingziel voor zijn vrouwelijke. Liefde maakt de gewoonste handelingen hemels. Gek geboren, gek gebleven, gek op jou, mijn hele leven. Wat zegt de mannelijke tweelingziel tegen de vrouwelijke tweelingziel? En zegt de vrouwelijke tweelingziel tegen de mannelijke tweelingziel. Lust gaat voorbij en vervliegt in de oogwenk. Maar vriendschap tussen ons, het wederzijds vertrouwen, de vreugde van ons hart, de bekoring van de ziel. Dat alles vergaat niet en is nooit te vergenietigen. Ik zal tot aan mijn dood van je houden. Wauw. Wanneer ik iemand nodig heb om mee te lachen, te huilen of me vast te houden als mijn wereld instort, ben jij er. En ik weet dat je er altijd zult zijn. Ja, dus ze hoopt natuurlijk dat hij er echt voor haar zal zijn als haar wereld misschien instort. Omdat ze misschien ook iets moet vertellen tegen iemand waarmee ze misschien samen is. En ja, dat zal haar wereld instorten, maar sommige dingen gaan ook instorten bij de mannelijke tweelingziel soms, hè. Goed, kijk wat deze kaartjes zeggen. Ik even zo, want het is een beetje lastig. Voor de mannelijke tweelingziel. Bij twijfel vertel de waarheid. Ja, alle twee wel de waarheid. Bij de vrouwelijke tweelingziel misschien ook de waarheid tegen hem. Of de waarheid tegen mensen met wie ze te maken hebben. En, ja, en de mannelijke tweelingziel moet ook de waarheid zeggen tegen mensen om hem heen. En ook al twijfelt hij. En ook de waarheid zeggen. Maar ja, hij houdt ook wel dingen verborgen voor zijn vrouwelijke tweelingziel. Het is de bedoeling dat hij ook daarin de waarheid zegt. Transformeren. We moeten ons transformeren van een beweging van verzet naar een beweging die opbouwt. Ja, geen verzet meer, vrouwelijke tweelingziel. Nou, dingen moeten weer opgebouwd worden, dingen moeten weer in beweging komen. Mannelijke tweelingziel. Herinneren die je later wilt hebben, moet je nu maken. Nu. En nou de vrouwelijke tweelingziel. Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend. En dat is soms best lastig. Ja, jij en je tweelingziel kunnen natuurlijk ook totaal verschillend zijn. En, maar wel, het is wel leerzaam natuurlijk, want je leert heel veel van elkaar. Je bent als elkaar spiegel. En dat, ja, dat kan er wel eens tekens geven. Kijken wat engelen zeggen. Laat los wat jou hindert in je ontwikkeling. Bij de mannelijke tweelingziel. En nu de vrouwelijke. Niets in het leven gebeurt zonder reden. Nee. Zoveel blokkades misschien wat er komt, hè. En hier staat, blijf positief in deze situatie voor de mannelijke tweelingziel. Wij, jouw beschermengelen, helpen jouw situatie op te lossen. Ja, vertrouw erin. Want dan zit je vast. Aldoende leert men, blijf oefenen. Ja, misschien ben je met iets bezig. Misschien ben je ook wel met kaartjes bezig of zo. Maar ja, geef niet op in ieder geval. Blijf oefenen met iets wat jij leuk vindt, wat je wilt doen. Nog eentje voor de mannelijke tweelingziel. Laat dingen los die in de weg staan. Ah, het is bijna hetzelfde. Hier staat, laat dingen los wat jou hindert in de ontwikkeling. Laat dingen los die jou in de weg staan. Ja, dingen hinderen jou, dus oude patronen hinderen jou dus in de ontwikkeling. Dus het is belangrijk om dingen die in de weg staan weg te doen, mannelijke tweelingziel. En blijf vooral positief, hè. Als je positief blijft, dan gaat het ook sneller. Denk alleen maar, ja, ook positief. Denk alleen maar positief en lach naar het leven. Dus ook voor de vrouwelijke tweelingziel. Blijf positief, lach naar het leven. Hoewel het ja, een moeilijke periode is natuurlijk, ook met die corona dingen allemaal erbij. Goed, ga even deze kijken. Geluk is mijn doel in mijn leven, het liefst samen met jou, zegt de mannelijke tweelingziel. Voor de vrouwelijke. Die wil eruit. Door jou ben ik zoveel ten goede veranderd. Ja, het is alle twee veranderen ten goede, hè. Veel meer bewust, veel meer met zelfvertrouwen. Aan het einde van deze reis. Dan worden beide tweelingzielen sterke deuzelkaart te benaderen ook. De vrouwelijke tweede gaat ook steeds meer in de kracht staan. Ik ga even deze zo doen, dit is een beetje lastig. Voor de mannelijke tweelingziel nog eentje. Vruchtbaar. Ja, dingen gaan in ieder geval... straks kan hij dingen gaan plukken. Wat hij geoogst heeft, kan hij straks binnenhalen. En kijk, de vrouwelijke nog even. Ik wou ze alweer opruimen. Deze ga ik doen. Sommige dingen en situatie ben je ontgroeid. Ja, dat pas je niet meer. Kan ook op werkgebied zijn. Een relatie. Creativiteit. Ja, mannelijke tweelingziel. En wees creatief ook wel om uit de situatie te komen. Maar ook ontspan je met creatieve dingen. Ik wil alles goed maken en ik was zo verkeerd bezig, zegt die vrouw tweelingziel tegen hem. Ja, ze kan ook natuurlijk misschien fix uitgehaald hebben naar hem. En ja, daar heb ze ook spijt van, dat ze ook verkeerd bezig is geweest. Jouw telefoontje overweldigde mij, ik was sprakeloos, zegt de mannelijke tweelingziel. Dus misschien heb je hem een keer gebeld en hij wist eigenlijk niet wat hij moest zeggen. Hij was heel stil. Herinnering. Ja, de vrouw tweelingziel die herinnert zich alles wat ze met hem meegemaakt heeft. En ja, dus kunnen goede herinneringen zijn, iets minder mooie herinneringen. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè? Dus ze probeert misschien meer te focussen op de goede herinneringen die ze heeft gehad. Met de mannelijke tweelingziel. Het is allemaal ja, moeilijke, zware lessen. Even kijken deze nog. Ik wil je terug in mijn armen, zegt de mannelijke tweelingziel. Er zijn er twee. De mensen om me heen zeggen dat ik je los moet laten. Ja, ze wordt wel beïnvloed natuurlijk. We zijn elkaar spiegels. Ik voel je bij mij alsof je nooit weg bent geweest, zegt de mannelijke tweelingziel. Nog eentje voor de mannelijke tweelingziel. Ik laat mijn lamp voor je altijd schijnen. Ja, voor jou schijnen. Ja, dat doet dat vrouwelijke tweelingziel ook. Dus laat voor elkaar het lampje schijnen. En zij zegt, je bent het waard om een tweede kans te krijgen. Dus, nou, dat is een hele opluchting misschien voor de mannelijke tweelingziel. Goed, nog eventjes een kaartje. Ja, de mannelijke tweelingziel moet gaan praten. Communication freely. Hij moet eigenlijk van het diepste van zijn ziel, hè, van zijn bestaan, gaan praten met de vrouwelijke tweelingziel. Ja, dat schort er nog wel een beetje aan. Ja, manifesting dreams. Ja, mijn dromen komen uit. Mijn dreams are coming true. En ze hoort, de vrouw ze hoort ook berichten van het universum. Ik ben een helder kanaal voor de berichten van Spirit. Ik zal hier nog eentje doen, anders is het niet eerlijk. Ja, de mannelijke tweelingziel mag dus die brug over, hè, die mag die brug weer tussen de vrouwelijke en de mannelijke tweelingziel. Ja, die moet dus gemaakt worden, hè, dat ze elkaar weer kunnen bereiken. Dat doet hij ook natuurlijk om weer te gaan communiceren. Je bent een bruggebouw, mannelijk tweelingziel. Bouw die brug weer terug tussen jou en je vrouwelijke tweelingziel. Je kunt het door het vrij te communiceren met haar. En ga uit dat die schuldgevoelens. En ga anders zien en laat dingen niet bederven. Want je blijft ook waardevol voor de man, vrouwelijk tweelingziel, mannelijk tweelingziel. En voel je veilig om dat ook te gaan doen, hè? Om gewoon je gedachten uit te spreken. Dus ga jagen achteraan. De vrouwelijke tweelingziel heeft al genoeg gejaagd achter jou. Nu mag jij gaan jagen. Jij mag nu gaan jagen op de vrouwelijke tweelingziel. En vrouwelijk tweelingziel, laat achter je aanjagen. En niet jij meer jagen achter hem. Maar laat hem achter jou jagen. Goed, dit was mijn reading. Ik hoop dat je genoten hebt. En tot de volgende keer. Doei!